Hallo YouTube, welkom to channel 48. Hallo lieve mensen, leuk dat je weer even intuned op kanaal 48. Vandaag wil ik jullie mijn nieuwe Surinaamse petje laten zien, die ik van niemand anders heb gekregen dan mijn toffe neef Romeo. En daar is hij. Hallo Romeo, hoe gaat het? Ja, het gaat me goed. Ja, en reden waarom ik u Romeo voorstel, is omdat Romeo binnenkort een YouTube kanaal gaat beginnen. En Romeo die is ook een van de acteurs in de speelfilm. Wel eens twee. U heeft wel eens gehoord van Wel eens één. Wel eens één kunt u op YouTube bekijken. Wel eens twee is net uitgekomen. Hij is vorige week in de première gegaan. En ik wil aan Romeo vragen. Sorry, Ricardo is de broer van Romeo. Is ook mijn neef. Ik mes altijd een beetje op. Maar Romeo, vertel me, hoe is de première geweest? De première is goed geweest, maar we hadden natuurlijk een technische storing gehad bij in het theater. Dus we hebben de mensen uitgenodigd om nog een keertje te komen naar de première en dat is geheel gratis. En de technische storing was van die aard dat de film niet afgespeeld kon worden? Nee, er is iets fout gegaan hoor, met die laptop, yeah. Waardoor de dingen niet synchroon liepen, het geluid en het beeld, waardoor we maar de helft van die film konden redden voor de avond, maar intussen hebben we dat in orde gemaakt en komende week gaat die film dan voor een maand draaien in TBL, The Backlot. Romeo, mag ik vragen naar jou, welke rol speel jij in die film? Mijn rol? Ja, ik ben eigenlijk een soort zwerver in die rol. Ja, hij is absoluut geen zwerver. We zijn al bij hem in de tuin en je kunt zien dat dit echt geen zwerverswoning is. Ik ben wel een zwerver. Maar in de ik film? Ben wel een zwerver. In de film, ja, hij zwerft een beetje door de bossen maar van Suriname. Maar ik zwerf in de liefde. En in de liefde, oké. Romeo, je gaat ook een eigen YouTube-kanaal beginnen? Ja, op advies van jou ga ik nou dit beginnen te doen, want dan is een bezigheid, hè? Ja. En dan hoop ik dat ik al jouw viewers kan stelen, hè? Zodat ik snel op gang kan komen. Hè? Want ik hoor, jij hebt een heleboel viewers en dan, dat wil ik ook. Nou ja, mijn viewers die zul je zeker ook als abonnee krijgen. Want ik zal zeker jouw kanaal ook featuren op kanaal 48. Zodra jouw kanaal gemaakt is, zal ik persoonlijk zorgen dat er een reclamevideootje komt over jouw kanaal. Rest mij te zeggen, zodra Romeo zijn kanaal begint, hij is een acteur in de Surinaamse film Wel eens. De vorige is een paar miljoen keer bekeken, is echt een hele leuke serie. U kijkt vaak 1 en 1 is 3, nou dan moet u Wel eens ook echt gaan bekijken. Vooral Wel eens 2 met Romeo als de zwerver die met de mooiste vrouw er vandoor gaat in de film. Het is een hele super, echt geweldige film. Ik heb een klein stukje mogen bekijken dankzij Romeo. Romeo, is er nog iets wat je wilt toevoegen aan dit alles? Nou, je hebt het over mooie vrouwen. Nou, als ze naar Dope Boy kijken, niks te maken, dan zien ze dat ik werkelijk met mooie vrouwen er vandoor ga steeds. En dat is een andere film waar je dus ook in dat zit? Dat is eigenlijk een clip. Van Dope Boy. Oh ja, die heb ik gezien. Ja, van in die bus en zo. Ja. Oh ja, dat was een mooi liedje ook. Ja. Vet liedje. Is dat een Surinaamse artiest? Hij is van Surinaamse origine, maar hij woont in Nederland en hij maakt daar veel platen en zo. Oké. Verder heb je nog zijn er nog meer films geweest, maar die zijn in het verleden geweest. Want Romeo wordt ook ouder, hè? Ja. Begrijp je? Ja. En het begon met een Paramaribo Papers. Daar ben ik mee begonnen. Is er een film gedraaid over in Suriname. Paramaribo Papers? Ja, Paramaribo Papers. En die kunnen we ook vinden op YouTube? Ja, je kan het vinden op YouTube. Paramaribo Papers. Daar heb ik met mijn dochter een stukje gedaan. Oh. Eigenlijk ben ik erin geluisterd, want zij was eigenlijk degene die erin moest spelen. Ja. Maar op een gegeven moment hebben ze mij erin geluisterd. Moest ik een act doen waar er een beetje gevochten werd. Hè? Yeah. En ik moest dus het onderspit delven en dat kon ik goed in die film, dus dan hebben ze dat ook erbij gezet. Maar ja, ik moet u vertellen, probeert u het in het echte leven echt niet, want denk ik dat u het onderspit gaat delven als u tegen Romeo zou moeten vechten. Nee, echt niet jongen, echt niet. Romeo is mijn neef en ik weet nog, u hebt de film van Yarikaba wel eens gezien, dat mama en Puk naar Yarikaba gaan en naar Saramaka. Reden we ook langs het huis daar van,
van Romeo, waar Romeo ook is opgegroeid in het Bakoven-project op Yarikawa. Mm-hmm. En daar trok hij dus gewoon een boom met wortel en al uit de grond. Ja, ik mag het niet iedere keer zeggen, maar zo was het. Romeo is ijzersterk. Nee hoor, dat boompje was maar 25 centimeter hoog. Nou, niemand kon het eruit trekken, maar Romeo trok het in zijn eentje eruit. Romeo, ik wil je super bedanken voor dit interview. Het is een hele eer dat ik een Surinaamse acteur hier mag interviewen. Wees alsjeblieft niet bescheiden. Lieve mensen, als Romeo dadelijk zijn eigen kanaal begint, alsjeblieft ga abonneren op zijn kanaal. Ik ga hem helpen dat te doen voordat ik vertrek uit Suriname. Ik zeg Romeo, veel geluk met je YouTube kanaal. En dat je nog heel veel views mag krijgen. En dat je ook elke dag een leuk kort filmpje upload voor ons. Zodat wij dat kunnen bekijken. Oké. Tot daaraan toe, dan blijven we lekker gezellig in mijn tuin zitten. Hè? Juist. Nou, lieve kijkers, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik laat u ook nog even mijn nichtje zien, dat is Tisha. En ik laat u ook nog even papa zien, dat is de schoonvader van Romeo. En dan dank ik u voor het bekijken van dit filmpje. Puk en Romeo zeggen tot ziens. Hoi, hoi. En tot een volgende video. Vond u dit nou een leuk videootje? Vond u het informatief? Laat dan ook even een like achter. En subscribe ook even op kanaal 48. Niet vergeten het belletje daarbij ook te klikken. Zodat u altijd opgedate zult worden wanneer ik een nieuwe film upload. Tot dan. Dank u wel voor het kijken.